Nou, dan ben ik als eerst wel even nieuwsgierig naar hoe jullie kijken naar dit thema. En daarom wil ik jullie vragen om naar Menti toe te gaan en daar twee vragen te beantwoorden. En de eerste vraag gaat over de toegevoegde waarde van VR. Want wat is volgens jou die toegevoegde waarde van VR op het onderwijs? Dus ga naar Menti toe, vul de code in en bedenk voor jezelf wat voor jou die toegevoegde waarde is. Dan wissel ik zo mijn scherm naar de Mentimeter-omgeving en kijken we naar de verschillende antwoorden die jullie hebben gegeven. Ja, daar komen al de eerste antwoorden. Nou, die interactie en het ervaringsgerichte leren, meer beleving met alle zintuigen, presentatiekracht, zelf betrokken worden in de omgeving. Het beleven van moeilijk te bereiken situatie. En iemand die het aan het uitzoeken is voor de opleiding evenementen. Hoe je het kan. Oh ja, interessant. Met het inrichten van evenementenlocaties. Leuk. Zou AR natuurlijk ook heel interessant kunnen zijn. Hè? Dat denk ik al meteen aan de IKEA-app en zulke soort dingen. Hoe je in een ruimte dan meubels kan plaatsen en zo. Gaaf. Nou, hele uiteenlopende dingen en volgens mij ook allemaal dingen die juist geschikt zijn voor VR. En als je dan nadenkt over hoe jij het dan zou willen integreren, dus dan heb je die wens. Zie jij nu al mogelijkheden om VR te integreren? Nou, dan hebben we net al iets gehoord over de opleiding evenementen. Dat was een hele concrete, maar zie jij nu al mogelijkheden voor de lessen die je geeft om VR daarin te integreren, bepaalde thema's waarvan je zegt, nou, die zou ik daarin heel goed kunnen oppakken. Stagevoorbereiding, nou, dat lijkt me inderdaad een hele mooie, dat die beroepspraktijk wordt weergegeven in een VR-omgeving, dat ze een beetje kunnen proeven. Maakt het misschien ook wat minder spannend als je al weet in wat voor bedrijf je terecht kan komen. En dan praktijkervaring. Ja, we zagen natuurlijk dat mooie voorbeeld ook hè, van IJsfontein als het gaat om dementie. Dat was wel echt een hele krachtige. Werd ook al meteen aangegeven in de chat van dit is interessant voor College West. En dus ook voor de collega's van RZ Top. Mooi. Hey, ik ga weer wisselen naar de presentatie. Want dan denk ik dat het gewoon fijn is om te schakelen naar wat is er mogelijk. En hoe kan je dit aanpakken. Want er zijn heel veel mogelijkheden. En daar wil ik jullie graag wat meer over vertellen. Allereerst vind ik het belangrijk om een bepaalde context te schetsen. Namelijk, wat zegt de literatuur over die toegevoegde waarde van VR? En dat is best lastig, zeker als je kijkt naar de toegevoegde waarde van VR op het onderwijs. Omdat er namelijk in die hele specifieke hoek, dus echt als het gaat over onderwijs, er weinig onderzoek nog maar naar is gedaan. Wel heeft de Universiteit van Twente met onderzoek aangetoond dat VR een positief effect heeft op emoties van deelnemers. En nou, we zagen net ook al in de Mentimeter dat iemand aangaf dat het fijn was om bepaalde ervaringsleren, om dat te stimuleren en moeilijke onderwerpen. Dat zou dus dan wel kunnen helpen om dat goed bespreekbaar te maken. En daarnaast zien we ook dat VR, hoe mooi de technologie ook is, maar daar zitten natuurlijk ook kanten op. Punten aan waar je rekening mee moet houden. Het is echt wel een pedagogische uitdaging, want er is een grotere kans op cognitieve overbelasting. Dus je moet heel erg nadenken over wat wil ik overbrengen en wat is het effect van het middel wat ik daarvoor gebruik en welke keuzes maak ik daar dan vervolgens in. Jan, je wil een vraag stellen. Jan Burger, graag. Die cognitieve overbelasting, is dat specifiek onderzocht voor virtual reality of ook augmented reality? Nee, dat ik kan is me voorstellen ja. Dat augmented reality wat meer, ja, misschien wel letterlijk in de wereld staat dan virtual reality. Terwijl je ook dezelfde ervaring zou kunnen hebben. Misschien wel realistischer dan met virtual reality. Ja, zeker. En in dit geval heb ik echt puur gekeken naar VR. Dus dit onderzoek gaat specifiek over VR en wat dan het effect is op de hersenen. Dus ja, wat jij aangeeft kan ik me ook goed voorstellen, maar weet ik dan even nu niet te ondersteunen vanuit de literatuur. Waar onderzoekers heel erg op hadden gehoopt, is dat je zou kunnen zien
dat VR een ander resultaat heeft in het leren en dat het terug te zien is in de hersenen. En vandaar dat ik bij dat derde blokje praat over breinleren. Ik vind het zelf altijd een beetje een gekke term, want het lijkt me een pleonasme, hè? Want we leren nu eenmaal met onze hersenen. Maar waarom ik het toch gebruik, is omdat ze echt hebben gekeken naar, kunnen wij zien dat die neuronen, dat die extra worden belast, dat die extra oplichten wanneer VR wordt gebruikt. En dan is er bij 3 verschillende studies, was dat niet te zien. Nou lijkt het nu net alsof ik VR helemaal aan het ontkrachten ben, maar dat is niet. Ik wil echt wel context schetsen over waar moet je rekening mee houden en wat is belangrijk. Want ik zie zelf echt wel mogelijkheden. En die meerwaarde die wordt ook wel binnen andere projecten en sommige onderzoeken wel duidelijk. Een belangrijk verschil is in ieder geval jouw positie als docent. Wanneer je een lesvoorbereiding maakt, dan ga je heel erg uit van jezelf. Wanneer breng ik kennis over? Hoe doe ik dat? Welke werkvormen zet ik in? Wanneer zet ik de student aan het werk? Terwijl als je VR zou gebruiken, dan heb je rekening te houden met wat de student ziet in die VR-bril. Welke keuzes die student daarbinnen maakt. En dan gaat het opeens over dat proces. En dan zou je dat moeten begeleiden als coach. En dat is dus heel iets anders dan wanneer je heel sterk vanuit jezelf die sturing hebt. Want opeens staat de student centraal. En dan zeg ik het nu alsof je één student tegenover je hebt. Maar in werkelijkheid heb je er natuurlijk een stuk meer. En dat gaat ook steeds verder uit elkaar lopen. Hoe dat die studenten dat ervaren. Ga ik er even vanuit dat ze allemaal zo'n bril op hebben. Dan is dat natuurlijk lastig om daarin de begeleiding te bieden. Dus dat is al een ding waar je rekening mee dient te houden als docent. Een ander ding wat we weten is dat de meerwaarde vooral ook zit als een relatie wordt gelegd tussen de virtuele wereld en die fysieke wereld. En op zich is dat ook wel een logische. Ik denk dat je hem kan vergelijken met de populariteit van een tool zoals Kahoot. Dat ging op een gegeven moment through the roof. Elke docent gebruikt het. Maar als je het alleen maar gebruikt vanwege het spel, dan zijn studenten er al snel klaar mee. En dan geloven ze het wel. Maar als je echt de relatie kan duiden, waarom gebruik je VR voor dit specifieke voorbeeld? En dan hebben we het net ook al gezien in die Mentimeter dat jullie suggesties geven over, hè, ik wil het kunnen gebruiken bij de stage en om die beroepspraktijk te duiden. Dan zie je dat je heel erg die koppeling maakt met de sector. Dat je de sector kan laten zien en dat dat heel erg helpt. Dat zien we trouwens ook als ik kijk naar andere sectoren waar dit al heel erg succesvol is. Dan zie je dat VR is echt heel ver ontwikkeld in de zorg. Daar wordt het al heel veel gebruikt. Ik denk dat het meest inspirerende voorbeeld is toch wel dat er al hartchirurgen zijn die aan de hand van VR een open hartoperatie kunnen uitvoeren. Een heel specifiek voorbeeld waar eerder de artsen best wel moeite mee hadden. Je moet vlieguren maken, maar dat is heel moeilijk om dat genoeg te kunnen doen. En nu hebben ze dus iets kunnen ontwikkelen waarbij ze echt zo fijntjes te werk kunnen gaan dat ze goed kunnen oefenen voordat het in het echt wordt uitgevoerd. En bij Defensie wordt het ook al heel erg toegepast, waarbij de mensen worden voorbereid op een oorlogssituatie en ze heel erg kunnen inspelen op dat gevaar en die omgeving creëren zonder dat je echt in een oorlogsgebied bent. En dus ook kan inspelen op welke beslissingen maak je. Hoe ga je daarmee om? Nou, wat dan ook is aangetoond is dat we associaties leggen wanneer die verschillende stukjes informatie op hetzelfde moment op ons afkomen. En dat is bij VR nog belangrijker dan bij andere vormen van media, want daar kan je namelijk in sturen. Dus als ik als gebruiker een VR-bril op heb en ik zie iets, dan is het heel erg belangrijk om ook na te denken van wat gebeurt er nog meer in die omgeving. Want het is niet zoals een film dat er een scène is die wordt gespeeld. Maar je moet rekening houden dat ik kan draaien en dan kan er daar misschien nog een gesprek zijn en daar kan iets plaatsvinden. En dat zijn allemaal impulsen die mij en kunnen afleiden, maar die ook een bepaald onderwerp kunnen versterken. En dus ik ga er nu even in dit scenario van uit dat je daar sturing op zou kunnen hebben. Dan is dat wel iets om over na te denken. Straks kom ik hierop terug, hoor, hoe dat wel of niet het geval is. Ik zei net al eventjes dat er lessen zijn. Die staan op onze website, mbomediawijs.nl. En die lessen, daar zie je dus, als je selecteert op VR, zie je dat we hebben samengewerkt met andere partijen, waaronder partij Podium. En dan zie je eigenlijk dat het lesmateriaal wat daarop is gemaakt, dat dat in de basis niet heel veel verschilt van andere lesbrieven. En daarmee probeer ik te zeggen dat je ook daar weer heel erg nadenkt over wat is het doel van mijn les, wat wil ik bereiken,
Wat is de beginsituatie van de studenten? Waar heb ik mee te maken? Waar moet ik op inspelen? Welke competentie wil ik behandelen? En dus dat is op zich wel hetzelfde. Maar dan komen daar vervolgens andere didactische principes bij wanneer je daar weer verder mee aan de slag gaat. Als je dus niet zelf wil ontwerpen, maar materiaal wil gebruiken wat er al is, dan kan je dus die lesbrieven gebruiken op onze website. Waarbij ik specifiek heb gekeken naar moeilijke onderwerpen zoals sexting. Dat is ook een voorbeeld waarbij je kan zien dat je met VR bepaalde dingen bespreekbaar kan maken. Om in dit geval wilde ik heel erg kijken van hoe kan ik ervoor zorgen dat bepaalde onderwerpen die bij jongvolwassenen misschien genormaliseerd zijn, dat ik toch die impact, dat ik dat kan neerzetten en dat ik empathie kan opwekken over bepaalde situaties. En daar is onder andere deze les uit voortgekomen, waarbij een onderwerp zoals sexting wordt besproken. Nou, dat kan als docent best wel lastig zijn om dat te doen. En in dit geval ervaren zij het. Hè. Zij zijn onderdeel van een situatie waarbij iemand naaktfoto's maakt en dat wordt uitgelekt. En jij bent onderdeel van een vriendengroep en ervaart dus heel erg goed is dat een leeftijdsgenoot daar slachtoffer van is. En daar zitten dan vervolgens verschillende keuzes in waar ze over moeten nadenken. Nou, we weten vanuit hoe dat puberbrein werkt, dat het heel erg helpt wanneer het gaat om een leeftijdsgenoot, om een andere jongvolwassene die iets ondergaat. In plaats van dat jij als docent probeert om duidelijk te maken dat iets wel of niet erg is. En dan komt dat toch vaak op een andere manier over. En van hieruit wordt er doorverwezen naar VR-materiaal. Dus dan zou je dat is gewoon vrij toegankelijk. Zou je dat kunnen gebruiken en bekijken in VR-brillen. Daarin zijn al hele laagdrempelige opties mogelijk. Hè? De kartonnen brilletjes, het is niet ideaal, maar het kan wel. Net als dat je studenten iets kan laten bekijken zonder een VR-bril. Is ook niet heel ideaal, maar het kan. En vanuit het Practoraat het Nieuwe Kijken zijn er VR-brillen beschikbaar. En ik weet dat er bij de verschillende scholen ook VR-brillen zijn. Dus het kan wel helpen om daarover ook met elkaar te communiceren en te kijken van kan er uitwisseling plaatsvinden. Een groot voordeel van een VR-bril is naast dat het veel fijner kijkt wanneer je het echt op je hoofd hebt, is dat bijvoorbeeld die Oculus Go, wat de meeste scholen hebben, ik weet dat bij RSC van Amsterdam er gekozen is voor die bril en bij het Media College ook, daar laat je het materiaal van tevoren op de bril. Want veel scholen hebben best ook wel last van de ICT-infrastructuur. En het wifi-netwerk is echt niet zo goed dat je opeens een hele klas een VR-video kan laten bekijken. Dat is best wel heftig materiaal dat dan geladen moet worden. Dus dan is het fijn wanneer dat al op een bril staat. En je niet opeens een klas voor je hebt die met z'n allen gaan klagen omdat ze het niet zien. En ze zitten te kijken naar balkjes die blijven lopen. Dat helpt natuurlijk niet. Ja. Die Oculus. Misschien roer ik iets aan wat buiten de scope van deze workshop valt. Maar als jullie die Oculus gebruiken, hoe doen jullie dat dan met de gegevens van degene die kijkt? Van de studentgegevens. Je kan van tevoren materiaal erin laden, hoor ik je zeggen. Waar blijft dat materiaal? Staat dat op flashgeheugen in de bril zelf? Of? Ja, dus er is geen sprake van dataverzameling van de student. De student hoeft niks achter te laten. Maar dat betekent wel dat je dan als docent van tevoren wel werk hebt om dat in te laden. Hè, dus dat het op de bril staat. En het is ook wel een stukje begeleiding voor de studenten om te weten van waar kan ik dat vinden. Zeker als een student voor het eerst zo'n bril op heeft. Hoe navigeer ik er doorheen? Hoe kom ik daarbij? Maar dan staat het wel verder los van de persoon. En ik meen dat dat bij LSE van Amsterdam ook zo wordt gedaan, toch Eelco? Dat het van tevoren wordt ingeladen. Ja, maar ik heb het nog niet gebruikt hoor. Oké. Met dit apparaatje hè, moet je dan gaan ja, inderdaad. Zoeken. En ja. Ik wou nog even zeggen, als ik nu brillen zou kopen, dan zou ik niet meer de Oculus Go kopen. In verband met best wel een vrij lage resolutie. Dus okay. Dan zou ik nu denk ik de Oculus Rift kopen. Ja, ja. Nou, dat is een goede tip. Hangt wel een prijskaartje aan. Maar... Ja, dat is waar. Wie weet wat er lukt. En dan zei ik net al even, dan als je begint, dan heb je aan de ene kant de structuur van zo'n lesvoorbereidingsformulier.
En daarnaast heb je de standaard didactische principes waar je rekening mee dient te houden. Dat verandert eigenlijk niet, hè? Die didactische principes die geven voor jouw richting als docent om na te denken over wat is het doel van mijn les, wat is de leerinhoud, welke werkvormen vind ik interessant. En ik denk dat de meeste van deze didactische principes voor jullie ook heel erg bekend zullen zijn als het gaat over studenten motiveren, activeren, de voorkennis aanwakkeren, nadenken over dat er verschillen zijn in de groep en dat je ook ruimte geeft aan die verschillen. En waarom ik dit benoem, is omdat een van die 8 verschillen, dat is het beperkingsprincipe, dat je nadenkt over, nou, die leerstof, die beperk ik tot de essentie. He, we zijn toch als docenten best wel geneigd om te snel te veel te willen, te grote lappen tekst te geven, te veel te vertellen. Nou, dat blijft natuurlijk allemaal niet hangen. En een goed voorbeeld om dat wel te doen, om dat anders te doen, is het exemplarisch onderwijs. Dus dat je bijvoorbeeld werkt vanuit casuïstiek. En dat is iets wat bij VR heel goed naar voren kan komen. Dat je dus werkt vanuit een casus en dat de studenten die ervaren. En dat je vanuit die casus gaat kijken, oké, maar wat heb je dan net gezien? Wat heb je ervaren? Wat vind je daar zelf van? Dat je heel erg dat gesprek aangaat met de studenten zelf. En dat zij dan vanuit zichzelf gaan beredeneren hoe dat die belevenis is geweest. Dus dan zit je veel minder op die kennisoverdracht. En dat je heel erg probeert om uit te leggen van wat een nieuwe theorie is of wat zij moeten weten. Maar dat je hen zelf laat formuleren van hoe is die ervaring geweest en wat betekent dit voor mij als young professional. Hoe zou ik dit zelf aanpakken? Dat je echt die situaties creëert waarbij de keuzes worden gemaakt. Dat is trouwens ook iets wat je ziet bij de toepassingen als VR wordt ingezet in het onderwijs. Je hebt, zeg maar even, reguliere VR-video's waarbij je heel erg de aanschouwer bent. Maar goede VR-video's voor het onderwijs, daar zitten keuzes in. Dus dan krijg je een vraag. En vanuit die vraag moet je dus als kijker een beslissing maken. Ben je onderdeel van het verhaal? En vervolgens ervaar jij echt wat het effect is van jouw beslissing. Dus dan word je onderdeel van het verhaal. Nou ja, daar zijn heel veel voorbeelden in te geven die dat al echt, waarbij dat al echt goed wordt gedaan. En dit is de laatste keer dat ik credits geef, maar LSE van Amsterdam heeft dat heel goed gedaan bij de opleiding beveiliging. En waarbij ze situaties hebben nagebootst, die ervaar je. Dus je ziet een situatie escaleren en dan vervolgens heb je als student de keuze, oké, wat ga ik nu doen? Ga ik tussen beiden springen? Ga ik de politie erbij halen? Krijg je allemaal keuzes en al die keuzes zijn vervolgens weer uitgewerkt. Dus als het de foute keuze is, dan ervaar je dus de consequentie van jouw keuze. Dus dan is het niet van goed of fout, maar je beleeft het echt. En dat is echt zo'n voorbeeld van hoe je dat beperkingsprincipe dan in zou kunnen zetten. Omdat je dan namelijk wel je punt heel erg duidelijk kan maken. En met dat ervaringsleren komt dat dus ook goed over. Maar je niet heel veel theorie geeft. Nou, ben ik wel even nieuwsgierig of jullie dat principe ook kunnen herkennen. Ik heb 2 video's. Deze zijn online te vinden of via YouTube. Daarom heb ik eventjes de juiste zoektermen eronder gezet. Dus je kan als je wil kijken naar bijvoorbeeld IT Works cyberpesten in 360. Je kan ook met je telefoon de QR-code scannen. Als je hem bekijkt zonder bril, want ik snap dat je hier nu niet klaar bent met een VR-bril, dan zou ik je wel willen aanraden om zo af en toe even te bewegen door de beelden, zodat je ziet wat er nog meer eromheen gebeurt. En dan is mijn vraag, als je het eenmaal hebt gezien, op welke manier zie jij dat beperkingsprincipe terug in deze voorbeelden? Hoe hebben de makers dat toegepast? Dus zoek een video op, kies een van de 2, bekijk het en laat dan na afloop in de chat, of als je geen toegang hebt tot de chat, bespreek het eventjes. Maar hoe zie jij het beperkingsprincipe terug in deze voorbeelden? Is het gelukt om een video te bekijken? Ja. Ik zag in ieder geval wel verschillende mobieltjes voorbij komen en bewegingen. Wie van jullie had gekozen voor die eerste, dus IT Works over cyberpesten? Ik krijg hier een draai van in mijn maag. En dat is niet omdat ik niet met een VR-bril naar dat filmpje zit te kijken. Maar ik ben me heel erg aan het afvragen of dit mijn insteek wel was om aan deze workshop deel te nemen. Dat je VR-materiaal gebruikt om
oog in je achterhoofd te hebben, om dingen te kunnen signaleren, om dingen te kunnen corrigeren in een setting die, ja, dat klinkt misschien een beetje tuttig, maar die mij niet bekend voorkomt. Oké, ik weet ook niet of dat per se de intentie is geweest van de makers. Nee. Dat is ook, het is geen kritiek, dat zeker niet. Maar ik ben me dat gewoon voor mezelf aan het afvragen. Of ik. Ik had net de voorbeelden VR in het onderwijs. Wat gebruik je al? Studenten bij ons gebruiken het om creatief bezig te zijn. Ja. Niet correctief. Dit wordt nu aan de kant van de. Eigenlijk aan de kant van de docent gebruikt om. In te kunnen spelen op dingen die er gebeuren in een lokaal waar je eigenlijk in het echte leven niet direct zicht op hebt, omdat je geen ogen in je achterhoofd hebt. Oké, ja, ik heb mezelf anders opgevat, maar ik ben eigenlijk wel even nieuwsgierig naar hoe anderen, want zijn er nog anderen geweest die dezelfde video hebben bekeken, die daarop willen reageren, hoe zij het hebben beleefd? Ik heb ook die video bekeken en ik vond het juist een manier om eigenlijk het gesprek aan te gaan over cyberpesten. Dat dit laat jou eigenlijk zien hoe het kan zijn om gepest te worden op zo'n manier. En zo valt ik hem eigenlijk op om het gesprek daarna te voeren. Ja, waarom ik heb gekozen om deze video te laten zien is omdat ik het sterk vind dat ze hebben gekozen in de maak voor een bepaald perspectief. Dus jij zit als het ware aan tafel. En jij bent onderdeel van de klas. Dus het ging mij heel erg om het perspectief. Om dat te laten zien hoe je met zo'n simpele keuze ervoor kan zorgen dat de kijker onderdeel is van een groep. En dat je je betrokken voelt. Dus nog even los van, ik wil eigenlijk wegblijven bij een bepaald oordeel over die docent of over de situatie. Maar het gaat me heel erg over hoe dat materiaal tot stand is gekomen. En hoe je daarin ook heel erg kan spelen met en in kan spelen op de gebruiker. Dus vandaar dat ik had gekozen voor deze video. Zijn er nog mensen geweest die de ander hebben gekeken over sexting? Ja. Ilko, wat vond je daarvan? Nou ja, dat is gewoon een filmpje. Ik zie nergens een keuzemogelijkheid of iets dergelijks. Oké, je hebt een... Ik heb het als een 360 graden filmpje kunnen bekijken. Ja. Dus ik heb een beetje zitten draaien, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het verhaaltje, toch? Van ja, haar. En dan eindigt het op een gegeven moment. En dan gaat het verder in de klas, neem ik aan. Ja. Met een aantal vragen. En als je dan zou nadenken over dat beperkingsprincipe, zou je die dan... Dat heb ik dus niet gezien. Ik zie nergens een keuzemogelijkheid of zo, van wat zou jij doen, of dat zit er niet in, hè, in dat filmpje. In deze video zit dat niet in de video, maar materiaal dat ze erbij hebben gemaakt. Ja, dat zou maar kunnen, dat het in een bijlage staat. Dat exemplarisch, hè, dus dat ze heel erg ook hier werken vanuit de casuïstiek, dus dat je iemand volgt die iets beleeft en daaruit dan het materiaal is gemaakt. Ja. Nou, wat ik denk ik handig vind, is om toe te werken naar wat komt er dan nog bij als je aan de slag wil gaan met multimedia. Want ik had net al die verschillende didactische principes. En daar komt nog wel iets bij. Want die didactische principes, dat is in het algemeen, als je materiaal wil ontwikkelen. Maar als we dan kijken naar multimedia, dan is het goed om ook na te denken over wat is dat anders in je lesontwerp dan wanneer je een reguliere les ontwerpt. En dan heb je rekening te houden met het immersieve karakter. Een woord dat eigenlijk zo goed zegt als het onderdompelen in. Dat die VR-omgeving, die bevordert heel erg de relevantie. En daarmee wordt het leren authentieker. En daar kan je dus als docent ook echt op inspelen. En daarom geeft onderwijspsycholoog Richard Meyer, geeft daarin nog verschillende tips. Namelijk, communiceer vanuit de ik-vorm. Dus als er vragen worden gesteld aan die gebruiker, dan doe dat dan vooral door de student echt rechtstreeks aan te spreken. Denk na over hoe je die aandacht stuurt naar bepaalde kritische en essentiële elementen. Want ik hoor Ilko net zeggen van, nou, ik heb heen en weer gekeken, wat gebeurt er nog meer?
En ik denk dat daarin het misschien interessant was geweest als er misschien wat sterker werd gestuurd op hier gebeurt er iets. En dat het misschien duidelijk was dat er in de omgeving dat voor dat moment niet verder relevant was. Dan is het nog interessant om na te denken over de modaliteit. We weten dat het goed werkt wanneer je beeld en tekst met elkaar versterkt. Dus wanneer je beide laat zien. En bij VR is het dan zo dat beeld met audio beter werkt dan wanneer je tekst in beeld zou krijgen. Dat lijkt misschien heel logisch, maar toch is het wel zo dat het materiaal wat gemaakt wordt voor onderwijs vaak geschreven tekst in beeld krijgt. Terwijl je zou dus ook een stem kunnen laten inspreken die de gebruiker toespreekt, iets vertelt, een soort van narratief. Dan is het goed om na te denken over wat er in beeld verschijnt. Hè. Dat associëren waar ik het eerder over had, dat wordt samen wordt getoond. Dat linken we heel erg aan elkaar. Dus denk daar ook over na wat er binnen zo'n beeld allemaal getoond wordt. En dan is het nog goed om na te denken over de design effecten. We hebben snel het idee dat jongvolwassenen heel goed overweg kunnen gaan met allerlei vormen van media. Maar toch is het wel zo dat er ook jongeren zijn met een beperkte ruimtelijk inzicht. En dat het ook best wel ingewikkeld kan zijn om in zo'n VR-omgeving te zitten. Er zijn mensen die er misselijk van worden bijvoorbeeld. Maar ook die gewoon de interface niet snel kunnen begrijpen. En ze het moeilijk vinden om daar binnen te navigeren. En dat is dan wel een taak die dan opeens bij jou als docent erbij komt. Om daar ook in te kunnen sturen. Nou, met deze voorbeelden en deze ontwerpprincipes hoop ik dat je al een beetje verder komt. En dat je eventueel zelf materiaal kan ontwikkelen. Wat ik eerder ook al zei, er zijn dus brillen beschikbaar. Er zijn lesbrieven beschikbaar. Er is als je goed zoekt online ook heel veel materiaal te vinden. Veel beeldmateriaal te vinden. Dus dat betekent niet dat je meteen zelf een VR-video hoeft te laten maken. Vanuit Practoraat hebben we samenwerkingen. Met bijvoorbeeld Podium, maar ook met partij Bekijk het. Zij maken dus VR-video's. Dus daarin zitten wel mogelijkheden. Als je nou hetzelfde effect wil of een vergelijkbaar effect, maar niet meteen aan de slag wil gaan met VR vanwege misschien wel allerlei randvoorwaarden, dan zou iets anders nog wel interessant kunnen zijn, namelijk het maken van een 360 graden verhaal. Er bestaat een webapplicatie en dat heet Round Me. En met die webapplicatie kan je foto's uploaden en uiteindelijk gaat die applicatie dat aan elkaar plakken. En daarmee bootsen ze hetzelfde effect na van een VR-video. Dit is ook de opdracht die ik aan jullie wil meegeven. Om daarmee aan de slag te gaan. Om te ervaren wat dat is. Zodat je dit eventueel zelf in de klas zou kunnen gebruiken. Ik ga straks in de chat een handleiding delen. Waarbij je de stappen zo kan doorlopen. Maar het gaat er dus om dat je eerst foto's maakt. Dat je die foto's dan vervolgens uploadt. In de webapplicatie en dan gaat die webapplicatie dat aan elkaar plakken en jij kan er dan nog allerlei materiaal in uploaden. Dus jij kan er dan vragen inzetten of je kan verwijzen naar een website dat die zich opeens opent in de foto. En zo maak je hem eigenlijk interactief. Als je dan uiteindelijk al die foto's aan elkaar vastgeplakt en daar elementen aan hebt toegevoegd, dan kan je hem op die website, dat noemen zij dan publiceren. Dat wil niet zeggen dat het ten openbaar is, maar daarmee verwerkt hij het geheel. En dan krijg je de video. En die video kan je dan ook bekijken in een VR-bril. Dus dan heb je datzelfde effect van dat je om je heen kan kijken en dat er allerlei dingen gebeuren. Dus daarmee hoop ik dat jullie geïnspireerd raken om ook op een andere manier dit toe te passen. Ik had net al even gezegd toen ik begon dat ik zelf helaas maar de tijd heb tot 3 uur, omdat ik nog twee andere trainingen geef. Mirjam is ook op de hoogte van Round Me. Dus als jullie vragen hebben, dan kan zij jullie daar ook bij helpen om mij te assisteren. Dus dan ga ik dat nu doen en dan zou ik zeggen, maak er een mooi verhaal van. Ik ben heel erg benieuwd naar jullie opbrengsten. Dus ik ga het nu delen, zet ik voor nu even mijn microfoon weer uit en dan kunnen jullie zo kijken naar de handleiding en lekker aan de slag. Heel veel succes ermee.